Hier in de studio in Raamsdonk oefenen de twee regelmatig. Ook vader Steffen begon al vroeg met drummen. Toen ik 4 was, kreeg ik een trommeltje. En uiteindelijk had ik op mijn 11e of 12e mijn eerste drumkitje. Van mijn 19e of zo leef ik van de muziek. En met Rhythm Temptation is het vanaf eind 20 begonnen. En ja, dat is een redelijke sneltrein geweest. En niet alleen vader heeft talent, nee, ook zoon Lief heeft het van geen vreemde. Ook hij begon al op jonge leeftijd met drummen. Toen ik 4 jaar was. En wat vind je zo leuk aan drummen? En dat ik mezelf heel erg goed kan uitleven. Nou ja, ik heb hem eigenlijk niet aangestoken. Ja, de enige manier hoe we hem aangestoken hebben is bijvoorbeeld doordat er een ticket lag van Iron Maiden of een boekje. En dat zag hij dan en dat vond hij heel interessant en daar wou hij meer over weten. Ja, we hebben hem dus een paar keer mee naar Iron Maiden genomen en een keer mee naar Kiss. Hij vindt het allemaal gaaf en het is voor hem een hele goede uitlaatklep om lekker met drummen en met muziek bezig te zijn. Dus ja, dat stimuleren we alleen maar. Maar hij moet niks, hij moet er plezier in hebben. En dat heeft hij. En daardoor loopt hij behoorlijk voor met zijn muziekstijl. Green Day, Linkin Park, Iron Maiden soms. Maar waarom vind je die muziek juist heel leuk en niet andere muziek? Ja, omdat het hartstikke hard is en je kan er jezelf heel erg goed ja, uitleven op rockmuziek of metal. Afgelopen zaterdag deden de twee dus mee met het SBS-programma We Are Family. Het liedje was snel gekozen. We waren al eventjes bezig met Boulevard Broken Dreams. Daar had hij gewoon heel veel goede zin aan en ja, zo hebben we dat eigenlijk maar gehouden. Uiteindelijk moest het liedje verknipt worden, dus hij heeft best nog wel even moeten kijken van ja, dit verandert, dat komt daar te zitten. Maar na veel oefenen was het dan eindelijk zover. Het was een genot om met z'n tweeën op het podium te spelen. Als je dat ervaart, dan ja, die kick, dat is wel echt zo cool. En het is heel apart om een soort van mini-me rond te zien lopen van jezelf. En dezelfde dingetjes die hij doet. Ik was altijd een beetje ingetogen en een beetje op mezelf. En ja, dan had hij hetzelfde. En dan op het moment dat hij het podium op moet, dan staat hij op scherp. En dat ja, vond ik wel typisch en zo. En dan knalde hij. Oh, Hans Klok zei dat hij het nu de beste show vond. Of Sylvain later net zo'n bekende drummer wordt als zijn vader, is nog niet helemaal zeker. Hij zit namelijk nog in dubio. Oh ja, paleontoloog wil ik ook worden. Paleontoloog is iemand die op reis gaat met heel veel andere mensen en die gaan dan dino-skeletten van heel veel jaren geleden zoeken. Ja. En wat als je nou moet kiezen? Dat of drummen? Wat wordt het dan? Allebei. Wat als het allebei wordt? Dat je met die botten gaat drummen? Dat is niet echt handig. Waarom niet? Want de botten breken nogal snel. Ze zijn miljoenen jaren oud. Nou ja, hij heeft in ieder geval wel een droom. Om heel veel gouden platen te winnen. Maar als je drummer wordt, dan heb je een droom, want je wil als je 17 bent op Pinkpop spelen. Met een band wel. Met mijn eigen band. Ja, ik denk dat dromen goed is. Het zal allemaal uitkomen, dat moet de tijd leren. Dat zien we wel als hij 17 is. Maar goed, alles is nog pril en alles kan nog. Eén tip heeft vader in ieder geval wel. Dat hij met beide benen op de grond staat en dat hij geduld moet hebben. En vooral ook respectvol met elkaar omgaan. En als er een taart is, ook delen.